Goedemorgen iedereen, super dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loran en het is super slecht weer vandaag buiten. Check dat hier eens af. Man, ik weet niet of dat goed kunt zien, want het is dus keihard aan het regenen. Alles is dus gewoon super naar jullie aan het kijken zijn naar deze gloednieuwe vlog. Vergeet zeker niet even te liken, vergeet zeker niet even te abonneren. En we gaan er weer een mooie dag van maken. Ik ga vandaag naar school vertrekken. Vanmiddag heb ik een meeting. En ik dacht dat ik nog iets ging zeggen. Ah ja, ik had de Ironman video onlangs geplaatst. En ik heb daar een paar comments op gekregen en een paar berichtjes op Instagram van mensen die bijvoorbeeld zijn begonnen met triathlon en duathlon door naar mijn video's te kijken. Of die gewoon zijn beginnen sporten. Dus ik wil even zeggen, als je de video aan het kijken bent, uit de grond van mijn hart, merci. Ik vind het super leuk dat je gemotiveerd geraakt. En ik hoop gewoon dat ik een beetje terug die motivatie ga vinden en die drive. En dat alles terug een beetje in zijn plooi gaat vervallen en dat ik gewoon terug deftig ga kunnen trainen gelijk dat ik vroeger deed. Maar dat is veel te melig voor de ochtend zo te starten. Dus laten we maar eerst naar school gaan voordat ik weer al te laat ben. Joehoe. Even bril af. De snelle Oakley bril aan. En we gaan even knallen achter de pc vlog editen. Check deze bril, guys. Ik heb deze gekregen van de boys. Hé, maar dit is wel kei cool, gast. Nee, maar dus we gaan even werken. Even vlog editen. Ik heb de Milka Oreo van mijn oma gekregen. Voor mijn verjaardag heeft mijn oma mij altijd snacks. Ik heb de Milka Nussini gekregen. En ik heb de Milka Cookie Oreo met filling gekregen. Ja. Ah ja, misschien moet ik even vertellen hoe dat op school was. Ik ben dus net school geweest vandaag. Het was nice. We hebben goed gewerkt. We hebben goede feedback gehad. Ik heb het gevoel dat we goed bezig zijn met ons project. We hebben ook even een meeting gehad in de namiddag met de persoon van Rootio. En die was ook heel content met hoe dat de website in elkaar zat. Hij was echt heel blij. We hebben even uitgelegd hoe dat hun website in elkaar zit. Dat het eigenlijk echt niet is hoe dat moet. En dat we even hun kleuren gaan aanpassen. Omdat hun kleuren ook niet voldoen aan de stijlregels. Allee, of aan de contrast dinges. Dus ja, dat hebben we even gezegd. En ja, ik bedoel, ik kan daar niet veel op zeggen. Want ja, wij moeten er gewoon uiteindelijk door zijn op ons vak. En daarom moeten wij dus die kleur aanpassen. Omdat we er anders niet door gaan zijn. En wat op zich wel logisch is. Hè, want mensen die kleurblind zijn of gewoon mensen die problemen hebben met slechtziend zijn, die gaan minder goed dat contrast kunnen zien. Daarnet was het aan het regenen, nu is het niet meer aan het regenen, dus dat is wat nice. 6:15 en de vlog zit in de render. Het heeft allemaal wat langer geduurd vandaag. Kijk, dat heb ik dus als ik een dag te laat edit. Gisteravond was het veel te laat met designen. Ik dacht dat het veel sneller ging klaar zijn, maar het heeft dus weer al een beetje langer geduurd dan verwacht. Ook omdat ik nog moest sporten en zo. En ik had tegen mezelf gezegd dat ik ging sporten. Ik heb effectief nog gesport gisteren. Maar het is dan niet meer gelukt om mijn designs op tijd af te krijgen. Waardoor ik mijn vlog niet meer heb kunnen editen. Waardoor ik nu weer al dit heb. Deze misier. Dus ik ga vandaag proberen om alles weer in orde te brengen. Dat ik morgen toch weer goed bezig ben. Vandaag moest ik ook trouwens weer naar school. Morgen ben ik een hele dag thuis. Dus dan ga ik gewoon proberen zoveel mogelijk werk in orde te knappen. Ik moet sowieso nog mijn voorstudie finaliseren van mijn project. Ik moet een les voorbereiden en een workshop voorbereiden. En wat moet ik nog doen tegen vrijdag? Ah ja, we hebben een sprintlabo ook vrijdag. Dus dat moet ik ook nog voorbereiden. Een app maken. En daar heb ik allemaal nog vanavond en morgen de tijd voor. Dus dat ga ik allemaal proberen. Ik ga gewoon proberen mijn les vandaag te doen. En dan mijn labo van vrijdag voor te bereiden morgen. En dan... Gewoon alle andere taken vandaag. En dan in de vakantie heb je dan het meeste tijd om al de rest uit te doen. En de projecten wel op te starten. En daar het meeste voor te doen. Dus er komt nog veel aan. Er is nog veel werk voor mij. Ik hoop dat je dat begrijpt. Ik zit ook gewoon in mijn laatste jaar op school. Het is niet dat ik het nu wil opfokken. En dan bijvoorbeeld volgend jaar nog een half semester meedraaien. Nee, ik wil volgend jaar echt gewoon even freelancen, een beetje consultancy doen. Ik wil gewoon zelf mijn eigen bedrijfje opstarten en websites maken. En dan kan ik dat hopelijk het beste combineren met YouTube en met Ironman en met triathlon en weet ik veel wat. Ik denk dat er potentieel zit in mijn YouTube-kanaal. Ik merk dat ook aan hoeveel volgers dat ik bijkrijg en hoeveel mensen er blijven kijken. Het is ook gewoon leuk te zien omdat ik een soort van community aan het opbouwen ben. Ik heb het gevoel dat mensen het leuk vinden om naar de vlogs te kijken. En ik haal daar zelf veel meer voldoening uit als ik mensen kan helpen en mensen aan het sporten kan zetten. Ik vind dit ook super leuk. Ja, programmeren, begrijp mij niet verkeerd. Hè. En ik zou super graag consultant zijn, maar ik wil gewoon zelf mijn eigen baas zijn, mijn eigen dingen doen. Stel nu dat ik bijvoorbeeld met Nolwen, ik zeg nu maar iets, een week naar Spanje kan om filmpjes te maken, om daar bijvoorbeeld een week dagelijks te vloggen over bijvoorbeeld een Grand Fondo of zo die ik ga rijden in, ik zeg maar iets in Spanje, of dat ik meedoe met een triathlonwedstrijd en dat ik dat kan filmen, of dat er een bedrijf mij uitnodigt om een keer op stage te gaan en dat ik bijvoorbeeld met mijn vrienden op stage kan gaan of zo. Als ik dat later kan en ik kan jullie daarin meenemen, dan lijkt mij dat super leuk als ik daar content over kan maken. En
als ik die bedrijven dan bijvoorbeeld kan helpen met mijn vrienden een website te maken voor hun. En we combineren dat dan zo met content en web en bijvoorbeeld programmeren. Ik denk dat dat een heel mooie combinatie is. En ik denk dat ik ook, als ik bijvoorbeeld meer in de sportscene zit en ik heb ideeën voor apps of ideeën voor websites, dat ik dat gewoon zelf kan ontwikkelen, want ik kan programmeren. Dat is letterlijk wat ik doe. Dus dan is dat, allez, ik denk dat dat een hele leuke combinatie is en dat er daar op zich wat potentieel in zit in mijn kanaal ook. Wie vlogt er nu elke dag zijn leven en probeert elke dag mensen mee te nemen in hoe dat sporten gaat en hoe moeilijk dat soms ook is om alles te combineren en dat er mindere dagen er ook tussen zitten. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die dat doen. Het bijvoorbeeld wel sommige mensen die filmpjes maken over bijvoorbeeld sportevents, want dan is dat bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een 20, 25 minuten video over hoe dat ze hebben toegewerkt aan dat event, met de trainingen dat ze hebben gedaan. Maar bij mij ziet je letterlijk elke dag, en je krijgt nog een speciaal video, en elke dag van hoe dat ik daarnaar heb toegeleefd, wat ik heb gedaan die dag. En voor mezelf is het ook gewoon natuurlijk leuk als ik herinneringen heb, gelijk van mijn verjaardag, superleuk dat ik daar een herinnering nu van heb, van die avond, of ik zeg maar iets op reis, of gewoon andere dingen dat niet per se met sporten te maken hebben, maar dat gewoon leuk zijn voor mijn persoonlijke herinneringen. Stel dat ik ooit later kinderen kan hebben en mag hebben, als de natuur dat toelaat natuurlijk, dat we dat samen kunnen herbekijken van kijk, dat was je papa vroeger. Dat zou super nice zijn. Genoeg gerend, de vlog zit alleszins in de render. Weer al een leuke vlog. Het was een mukbang vlog met nul. En ik vind dat wel altijd leuk om zo'n video's te editen. Die video's halen niet, ook altijd niet de meeste views. Maar dat boeit mij eigenlijk niet zoveel. Ik vind het gewoon alleen leuk als ik zie dat ik groei. En als mensen mijn vlogs leuk vinden. Dus ja, ik ga even gaan eten. Even eten gaan halen. En dan ben ik voort. Dan ga ik gaan lopen nadat ik dat hier klaar heb gezet. En nog een klein beetje schoolwerk heb gedaan. Ik wil gewoon even klaarzetten hoe dat ik moet doen. En mijn scherm werkt trouwens nog steeds niet. Het is super vervelend. Want ik heb echt mijn scherm nodig. En het werkt gewoon niet. Ik heb dus gezegd dat we dingetjes gingen testen. En dat gaan we nu ook doen. Ik denk dat we gaan beginnen met de Nussini. Jij mag eerst een hapje nemen. En dan, ja, dat, heb je dat al gegeten? Ja. Ik heb dat nog nooit gegeten. Dus dit is dus de Nussini van Milka. Ah, dat is precies een koekje. Het is niet echt nootjes. Kent je centerwafels? Dat is basically dat. Kijk. Zie je? Dat is een soort van centerwafeltje aan de binnenkant ook. Trouwens, ik heb het daarnet ook al gezegd, maar mijn oma heeft dat gekocht. Mijn oma koopt altijd van de random eten. Nu hebben we de Milka Oreo. Dit is de Milka Oreo. Ah, dat lijkt gewoon op Oreo met chocolade rond. Net had ik wat ik zeg, dat is gelijk Oreo met zo die melkchocolade rond. Alleen met gewone chocolade. En zo, die binnenste Oreo is gelijk door elkaar geklutst. Geen zorgen, we zullen de rest allemaal wel opeten straks. En voordat ik deze lekkere grote, of ja, ik weet niet of het lekker is. Voordat ik deze grote Milka Oreo ga opeten, ga ik eerst even de brownies testen. Hier zitten er twee in. Ik zal het even tonen. Kijk, dat is de Milka brownie. Kijk, dat is de brownie. En zo'n beetje chocolade aan de binnenkant. Lekker? Ik vind dat ook lekker. Dat is eigenlijk echt gewoon een brownie. Ja, dit is het beste tot nu toe. En jullie zullen misschien afvragen, waarom is Nolan hier? Ik was ook al. Jawel. Want plots is er een shot van dat ik hier met u zit. Ik besefte mij dat ook plots, net als ik ging eten, van Nolan ging komen vandaag. Want morgen moet ze naar school, elke donderdag. Allee, of toch, vaak de donderdag. Met haar bachelorproef nu moet ze naar school gaan morgen. Ja, ik woon dichter bij Gent natuurlijk, zoals jullie weten. En ik heb morgen geen les, dus ik kan dan Nolan gaan... Nolan en ik gaan waarschijnlijk dan een soepje gaan drinken in Gent rond de middag. En dan kan zij naar haar les gaan. En dan ga ik met Rune waarschijnlijk een beetje programmeren en een beetje gaan werken in Gent in de namiddag. En dan ga ik in de namiddag al mijn sporten doen. Dus dan heb ik gezorgd dat ik eigenlijk rond de middag alles heb gedaan van mijn werk. Dus dat is op zich goed. Voilà, we hebben alles getest. En dit is dan juist nog de laatste, de Milka Oreo Filling Cookie. Amai, die geur. Het is een soort van koekje met zo'n chocoladepuntjes op. Ik zal het even tonen. Kijk, dat is het koekje. Het is een soort van crempje. Ja? Ik ben het liefste van de Oreo en van de brownie. Dat was eigenlijk Oreo. Van de brownie. Bon, voilà, dat was het. Het is ondertussen 9 uur. Ik denk dat wij een beetje gaan afronden en gaan klaarmaken om in ons bedje te gaan, want ik ben wel moe. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de vlog. Morgen ben ik er natuurlijk weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. En zoals ik altijd zeg, ciao. Kus.